In deze video neem ik je mee in hoe je kunt beleggen bij FlatX. Ik laat je zien hoe je aandelen koopt, punten waar je op moet letten, hoe je portefeuille eruit ziet, hoe je in de eerste instantie geld overgemaakt krijgt naar FlatX en nog veel meer dingen. En ik hoop hiermee dat je eigenlijk alle basisstappen ziet, begrijpt, zodat je zelf kunt beginnen met beleggen, dus aandelen kunt kopen. En ook de meeste vragen die jullie ooit hebben via onze Discord-chat of op andere manieren, dat die in ieder geval op deze manier beantwoord worden. Dus al die informatie in deze video laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van PassiefInkomen.nl. Ik maak elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Er zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Klik hieronder op abonneren. Klik op het bel icoontje, zodat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En in deze video gaan we ons dus richten op Fladex. Welke stappen je moet nemen en welke dingen je tegen kunt komen wanneer je gaat beleggen via FlatX. Ik zal aan deze kant even alle onderwerpen plaatsen die ik in deze video ga behandelen. Dan kun je zien welke onderwerpen je kunt verwachten. En je kunt ook de tijdcodes zien. Dus ben je specifiek op zoek naar één onderwerp? Dan kun je naar die tijd door uh, scrollen, zeg maar. En ook onder deze video zal ik trouwens alle tijdcodes plaatsen zodat je makkelijk kunt klikken en bij het juiste onderwerp uitkomt. Mocht je nog geen account hebben bij FlatEx, onder deze video zal ik een link plaatsen waar je je kunt, makkelijk kunt aanmelden. En dan gaan we nu overstappen naar de computer zodat ik mijn scherm met jullie kan delen en alle onderwerpen kan behandelen. Oké, okay, we zijn overgeschakeld naar de computer en we zitten nu op de website van FlatEx, of zoals de Duitsers zeggen Flatex. En we krijgen gewoon een kleine impressie van hoe de website eruit ziet. Ik zal hem inmiddels trouwens ook een klein beetje vergroten. Dat is misschien makkelijker voor straks. Um, we hebben gewoon ja, heel duidelijk. Ik ben wie doe, dat is een actie die ze hebben gehad. Beleggen voor 0 euro staat er ook, begin, binnen een paar minuten. En je kunt dus al snel een account openen als je je e-mailadres achterlaat. Zoals gezegd, een link naar FlatX om je eigen aan te melden vind je onder deze video. Uh, kijken we iets verder, natuurlijk promoten ze heel erg op de voor, ja, geen verborgen kosten. Dus dat ze 0% of 0 euro transactiekosten hebt. Dit vergelijken ze natuurlijk graag met andere aanbieders, zoals de Binkbank, de Rabobank... Links, ING, de Giro, een andere bekende. En inmiddels ook een bedrijf dat ze over hebben genomen. Dus ja, normaal is de Giro al bekend vanwege hun lage transactiekosten. Nou, de FedEx heeft zelfs geen kosten. Ik weet niet of iets voor de korte termijn is of dat ze het ook voor de lange termijn houden. Maar je kunt er op dit moment in ieder geval volop van profiteren. Uh, natuurlijk heel veel informatie over wie ze zijn. Uh, het is een van de grotere partijen in Duitsland... De grootste, of de marktleider eigenlijk in Oostenrijk. Dus ze hebben best wel veel ervaring ermee. Um, en hier bovenin zien we tarieven, producten, de platformen, de beurzen die ze hebben. Kijk daar eens gewoon rustig naar. Um, even kijken. Zoals eerder gezegd, ze hebben pas geleden nog de Giro overgenomen. Um, het is wel zo dat beide merken in ieder geval blijven bestaan, staat er in het persbericht. Dan klikken we hierop, dan komen we op de PDF. Um, hier staat, even kijken, beide bedrijven en merken. De Giro en Fladex zullen blijven bestaan in de Fladex groep. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je gebruik kunt maken van zowel de Giro als Fladex. Dat je dus twee accounts pakt en dat je ja, elk account gebruikt voor hetgene wat ze daar als voordelen hebben, natuurlijk. Dat is ook iets dat ik namelijk doe. Ik heb uh, de Giro natuurlijk als. Volgens mij, bijna de helft van mijn vermogen zit daar. Zo rond de 23.000 euro op dit moment. Maar daarnaast gebruik ik ook gewoon FlatX. FlatX, zoals je daar wel merken, heeft er wel iets andere indeling. Um, ja, anders dan wij gewend zijn. Misschien omdat ze Duits zijn, dat weet ik niet. Het heeft dus voordelen, het zal ook nadelen hebben. Dus ja, kijk gewoon even wat het beste bij je past. Is het FlatX? Of denk je misschien, ja, de Giro is ook een leuke Nederlandse goede optie. Ja, zeker nu het binnen hetzelfde bedrijf valt. ...hoop ik wel dat daar ook later in de toekomst... ...ze wat dichter bij elkaar komen... ...maar dit is in ieder geval een momentopname van begin 2020... ...de overname staat gepland voor over ongeveer zes maanden... Dus zeg maar halverwege 2020... Um, ...misschien maak ik tegen die tijd alweer een actuele video... ...wanneer er ja, heel veel dingen wijzigen... ...die ik in ieder geval op de hoogte wil brengen bij jullie... ...maar we gaan er in deze video dus vanuit dat we een account gaan openen... ...dus we kunnen hieronder ons e-mailadres invullen... ...of open een gratis account... ...of we klikken rechtsboven op openen een rekening... Dan kom je op een nieuwe pagina. Hier vul je eigenlijk alles in. En als ik even uitzoom, dan kun je zien dat er links verschillende stappen zijn die je moet doen. Je persoonsgegevens, verificatie, ja, eigenlijk alles wat er hoort bij wanneer je normaal een beleggersrekening of een bankrekening opent. Um, de verificatie zal wel iets anders zijn dan je gewend bent. Want waar je normaal in Nederland alleen je ID even inscant en opstuurt. Of misschien een bepaald aantal dingen daarvan overneemt en intypt, zul je bij de FlatEx merken dat ze een, een videocall gaan doen. Dus ze willen jou ook zien. Ze stellen je wat vragen. Ze verifiëren dat je echt degene bent die je ja, de, doet lijken die je bent. Ze vragen ook daar een keer om je ID. En op die manier hebben ze eigenlijk um, ja, al vrij snel in de gaten of jij een echt persoon bent en ook de persoon bent die je zegt dat je bent. Zo'n dus beetje anders dan je misschien gewend bent, maar aan de andere kant. Het is waarschijnlijk verplicht bij de Duitse wetgeving, maar het werkt wel heel erg goed. Ik denk heel erg zeker ook voor hun. Dus doorloop even al deze stappen. Lijken er veel, maar vaak ben je er al vrij snel doorheen. Um, en dan ja, heb je vrij snel je account geopend. Op het moment dat je uiteindelijk hebt geopend je account, zul je nog een sms met je wachtwoord ontvangen. Dat heb, kun je in het begin niet zelf aangeven, dat ontvang je. En ik heb gehoord dat het ooit maximaal twee dagen kan duren. Dus mocht je het niet meteen krijgen... Heb dan even geduld. Kijk of je de tweede dag bijvoorbeeld ontvangt. Is dat nou niet zo? Stuur dan een mailtje of bel ze even. Dan, heb je, dan helpen ze je vaak wel. En dan kun je in ieder geval aan de slag met je account. Maar gaan we even terug uh, naar de website. Uh, ja, ik wil deze dingen verlaten. Dan kun je hier bovenin, als je eenmaal je account is aangemaakt, klikken op inloggen. En vervolgens kun je hier met een, uh, met een klantnummer en een wachtwoord inloggen. En dan kom je daar in ieder geval in je dashboard. En dit is dan hoe het dashboard bij mij eruit ziet. Je ziet eigenlijk meteen je portefeuille wanneer je inlogt, wanneer je aandelen hebt. Dus je ziet dat ik bijvoorbeeld AMD hier heb. Fladex zelf heb ik aandelen van gekocht. Ik geloof zelfs de dag nadat ze de hier hadden overgenomen. Het was een bedrijf dat ik langer in de gaten hield. Maar ja, toen ze die, eenmaal die overname deden met de toekomstplannen, dacht ik dat risico, dan wil ik al een gokje wagen. En ook een Vanguard fonds. Dit is dan een Duitse fonds, heb ik hierin zitten met één aandeel. Puur even om te testen was dat. Uh, ook was dat bij AMD trouwens. Dus het zijn niet de grootste bedragen zoals je ziet. Ongeveer 350, 360 euro aan aandelen. Het gaat wel erg goed. Zeker bij AMD met een plus van bijna 70%. Maar ja, de laatste maanden doen bijna alle aandelen het eigenlijk wel heel erg goed. In ieder geval, zo zie je je eerste dashboard eigenlijk, in ieder geval waar je binnenkomt. In jouw geval zul je natuurlijk beginnen met 0 euro. Dus het eerste wat je wil doen is geld storten. De, ik dacht eerst altijd dat dat bij rekening zou staan, maar het blijkt, het staat bij instellingen. Vervolgens zie je hier heel veel dingen die je kunt instellen natuurlijk. Um, maar uiteindelijk ga je naar rekeningen. En dan hier bij rekeningen zie je uiteindelijk de IBAN staan. Dat is het nummer. Want wanneer je een account aanmaakt, maak je eigenlijk ook meteen een Duitse bankrekening aan. Daar stort je het geld in en dat geld kun je dan gebruiken om te gaan beleggen. Het is dus net iets anders dan je gewend bent in Nederland, waar je vaak ook met ideal kunt storten, wat heel snel is. Hier zul je dus nog gebruik moeten maken van een overboeking bij de bank. En aangezien het dus naar een Duitse rekening gaat, houd er rekening mee dat het bijvoorbeeld een dag kan duren. Dat het niet, ja, zoals in Nederland, dus gewend bent, het meteen. ...inmiddels geregeld is. Het heeft dus iets langer nodig. Hier staat dus je eigen nummer wat je moet gebruiken. Een IBAN nummer waar je het geld naar over moet maken. En wanneer je die overboeking hebt gedaan... ...zul je uiteindelijk het geld beschikbaar komen... ...in je geldrekening. En kun je daar dus zoals gezegd aandelen van kopen. Het voordeel hiervan wel is natuurlijk... ...dat aangezien je het overmaakt naar een bankrekening... ...je ook kunt automatiseren. Dus wanneer je bijvoorbeeld klant bent bij de Rabobank... ...log je in bij de Rabobank. Je plant die overboeking. Maar je kunt hem ook instellen als bijvoorbeeld maandelijks overboeking... Stel je wilt 100 euro elke maand beleggen, aandelen van kopen. Stel het dan zo in dat elke maand automatisch 100 euro naar deze Duitse bankrekening wordt overgeschreven. Zodat elke maand het geld klaar staat. Dan hoef je daar niemand naar om te kijken. Hoef je alleen even in te loggen, een aandeel te zoeken, het aandeel te kopen. En dan ben je er klaar voor de maand. Dus dat is wel een groot voordeel van. De eigen bankrekening hebben zodat je het kunt automatiseren. Laten we even teruggaan naar mijn rekening en de overzichten. Zoals gezegd, ik heb inmiddels geld op mijn rekening staan. Op de geldrekening staat nog 357,20 euro. En daar zul je dus hetgene zien wat je hebt overgemaakt, wat beschikbaar is om aandelen te kopen. En wanneer je aandelen wil kopen, ga je gewoon bovenin naar de zoekbalk en doe je bijvoorbeeld eh, Tesla als voorbeeld. Je zult verschillende dingen terugzien komen. Um, ze hebben ook vaak opties, futures en dat soort dingen in dit geval wil je gaan letten op hetgene met het bedrag um, en dat is dus het eurobedrag en wat je vaak het beste kunt doen is zoeken op het ISIN nummer wat je eventueel in Nederland gewend bent ooit heet het in Duitsland bij Fladex anders dan je misschien bij de Giro gewend bent bijvoorbeeld en als het ISIN nummer gebruikt dat is overal hetzelfde dus laten we in dit voorbeeld Tesla pakken klikken we daarop krijg je uiteindelijk dit overzicht te zien. Het kan trouwens ook zo zijn dat je meerdere resultaten ziet. Dus laten we bijvoorbeeld bij Apple zoeken, dan weet ik dat het zo is. Kijk, daar zie je uiteindelijk meer resultaten. Het past niet in het ene schermpje. Klik dan op alle resultaten. En daar dan zie je natuurlijk dat er één aandeel naar voren komt. En zoals gezegd, heel veel obligaties in dit geval. Ja, hetgene wat je wilt hebben is het aandeel. Dus dan klik je gewoon vervolgens op de naam... en kom je eigenlijk op hetzelfde wat we net bij Tesla zagen. Alle informatie over dit specifieke aandeel... Uh, zelf vind ik het, zeker als je het zo inzoomt, best wel duidelijk. Je ziet het bedrijf, je ziet een uh, bied- en laadprijs verspringen. Uh, je ziet ook een heel grote grafiek, heel duidelijke grafiek ook... ...want ze werken ook nog eens met gemiddeldes, met die rode en blauwe lijn. gemiddelde van de 200 dagen is de onderste, van de 50 dagen is de bovenste. Dus al vrij snel kun je ook al een beetje inschatten van... ...hoe presteert het aandeel op dit moment... Waarschijnlijk wil je dat trouwens van tevoren eerst uitzoeken voordat je het aandeel koopt, maar hier kun je nog een keer de laatste check doen misschien. En hier onderin, als je naar beneden scrolt zie je dan de beurs, uh, de beurs waar het meestal gebeurt is in dit geval TradeGate, dus de Duitse beurs, Een van de Duitse beurzen waar aandelen verhandeld worden. En ja, daar kunnen dus aandelen gekocht en verkocht worden. Wil je dan eens een aandeel gaan kopen? En dan zie je hieronder, zoals gezegd, het biedvolume, het uh, laadvolume met de prijzen daaromheen. Um, en wij willen in dit geval kopen, dat is de groene knop. Van kopen wil je ooit verkopen, is dat de rode knop. En wil je hem trouwens toevoegen aan je favorieten, dan is het WL, Watchlist. Dan kun je hem daaraan toevoegen. Hoef je naderhand niet zo omslachtig te doen met zoeken, het juiste aandeel kiezen. Maar zoals gezegd, wij gaan verkopen, dus we klikken op de groene knop. We zien nog een keer uitgebreide info dat één aandeel op dit moment 282 euro kost van Apple. We willen het gaan kopen. Op welke handelsplaats, dat is zoals gezegd Tradegate. De ordersoor kun je of direct een order doen of een prijsaanvraag doen. Dat is vaak het makkelijkste, in ieder geval aan te raden. En hier klik je het aantal aandelen dat je wilt kopen. Vervolgens krijg je een prijs, een netto raming te zien. Nou, die staat gelijk met de koers. En wanneer je dus eigenlijk nu een aandeel wilt kopen, zou ik aanraden een prijsaanvraag te doen. Dat kun je doen door op bevestigen te klikken. Je zult vervolgens zien dat je een, in mijn geval in ieder geval heb ik het ingesteld, Flex Secure. Je moet een code gaan invoeren, die krijg je op je telefoon. Dat is een extra beveiligingsvraag eigenlijk, zodat Flex weet dat jij degene bent die ook echt het aandeel wil kopen. En dat misschien niet iemand per ongeluk of expres juist je account is ingegaan om iets te doen met je aandelen. Dus ik heb even de code ingevoerd die ik op mijn telefoon had. Dan krijg je in principe een offerte. Die is van het moment dat je het aanvraagt geldig en is dan gedurende 20 seconden geldig tegen die prijs. Want natuurlijk zie je hierboven in de prijsverspringen. Wanneer je dan akkoord gaat, klik je snel op uit, uh, uitvoeren. Maar ja, we waren nu dus te laat met 20 seconden. We zouden nu opnieuw een prijsaanvraag kunnen doen. En dat is op zich wel leuk. Um, op het moment dat je dus een aanvraag doet en in dit geval dus een offerte te zien krijgt, dan ben je gegarandeerd dat in de komende 20 seconden iemand jou dat aandeel wil verkopen tegen die prijs. Dus wanneer je daar een aanvraag doet en je krijgt dit terug, dan kun je het gegarandeerd kopen tegen die prijs die je daar ziet staan. En dat is iets anders ook weer dan je misschien bij andere brokers gewend bent, waar je vraag en aanbod hebt. En waar je het misschien dus um, af moet wachten of iemand het wil bieden. Als je hier natuurlijk, kan het zo zijn dat je geen offerte krijgt. Dan heeft dat waarschijnlijk ermee te maken dat het volume er niet is. Of de prijs die je hebt ingevoerd. Um, als je die afwijkend hebt, dat niemand hem voor die prijs wil verkopen. Dat zou kunnen. In ieder geval, wanneer je dus het groene terugkrijgt, een offerte. Kun je erop ingaan en wordt er tegen die prijs het aandeel dan gekocht. En als het aandeel dan gekocht is, dan krijg je bovenin bij rekening overzicht. En uiteindelijk, dus in je portefeuille, zal hier dan het aandeel verschijnen tegen. Welke actuele koers, ook tegen welke prijs je hem hebt gekocht en eventueel de ontwikkeling. Dus als je positief staat in zowel geld als in percentage, ook als je negatief staat. Maar dan zal het natuurlijk rood zijn. Iets anders ook is dat ze andere aan, uh, aandelen aanbieden, zoals eerder gezegd. Heeft te maken vaak met de wetgeving. Dat sommige aandelen, omdat ze wel een vertaling hebben of juist niet een vertaling hebben, in Nederland niet mogen worden aangeboden. Dus zou je hier bovenin gaan zoeken naar Vanguard. Uh, krijg ook veel resultaten, meer dan in ieder geval laat zien. En hier zul je merken dat er veel... ...andere aandelen staan dat je misschien gewend bent in Nederland. Dus daarom zeg ik ook altijd zoek op ISIN-nummer. Dat is in ieder geval altijd hetzelfde in alle landen. Alleen de naam is telkens anders. Uh, of eventueel een symbool. Dus op die manier kun je ooit bij uh, FlatX in dit geval aandelen vinden... ...die je bijvoorbeeld in Nederland bij brokers niet kunt vinden. En dat is dan ook wel een voordeel van FlatX. Laten we dan even nog de belangrijkste pagina's doorlopen. En dat is natuurlijk vaak rekening en zoals gezegd overzicht. Hier zie je eigenlijk de twee rekeningen die je hebt... Een geldrekening, het geld, de bankrekening waar je het geld telkens vanuit je eigen bankrekening naar overmaakt. En het, als je het eenmaal aandelen van koopt, komt er een portefeuille, zoals gezegd. Daar staan alle aandelen in. En als je nou snel naar deze dingen toe wilt, kun je ook gewoon via het menu hier natuurlijk uh, kijken. Als je uiteindelijk geld trouwens weer uh, over wilt maken naar je eigen bankrekening, dus geld wilt bij FedEx weg wilt halen, dan kun je dat via overboeking. Dan kun je aangeven welk bedrag je weer terug wilt boeken. Pak je eventueel bijvoorbeeld een winst, staat een aandeel heel erg goed in de plus. Um, ja, dan kan je op die manier in ieder geval vast een stukje van je winst terugboeken, of misschien wel het hele bedrag. Dat is natuurlijk aan, je, aan jezelf wat je wil. Uh, bij handel kun je vaak snel orders indienen als je het al precies weet. Hier zien we trouwens ook de watchlist die we eerder bespraken. Dus, mocht je een aandeel tegenkomen, dan zag je vaak rechts koop, verkoop en de WL-watchlist. Op die manier kun je hem snel toevoegen. Heb ik ook met een paar aandelen gedaan die ik interessant vind. En zo kun je dus vrij snel alle informatie vinden. Je kunt koersen kijken en dus ben je sneller bij het juiste aandeel. Je hoeft niet telkens te zoeken, kijken welke het juiste is. Maar dit zijn gewoon je favorieten eigenlijk. We zien bovenin ook nog inbox, dus eigenlijk um, ja, waar al je berichten samenkomen, alle documenten. Dus misschien ook met saldo's. Nee, dit in dit geval, dus belasting, eventueel kun je gebruiken als je dingen hebt gekocht, verkocht. In nieuws zie je het ook terug: Flatdex neemt de Giro over. Uh, al dat soort dingen komen dus hierin terug. Uh, Ten slotte, bij instellingen kunnen we ook nog gaan kijken bij dividenduitkeringen. Ik heb volgens mij nog geen uh, dividend ontvangen, want ik verwacht dat het anders hier zou staan. Um, of eventueel, trouwens, op je. Um, weet het, portefeuille rekening met mutaties, dat zou ook kunnen. Hier kun je in ieder geval wel instellen wat je wilt doen met eventueel dividend, of je dat automatisch wilt herbeleggen, of dat je het gewoon op je rekening geboekt krijgt dus, op je geldrekening. Dat kun je in ieder geval hier instellen. En dan hebben we hiermee denk ik wel de belangrijkste dingen behandeld van Fladex. Um, ja, zoals gezegd, het overzicht, hoe je geld kunt storten, hoe je eventueel geld eruit kunt halen, maar ook hoe je het geld kunt gebruiken om aandelen te zoeken, en uiteindelijk ook het aandeel dus te kopen. En tot zover dan de website van Fledex. Fledex heeft daarnaast ook twee apps. Aan de ene kant kun je gewoon gebruik maken van hun beleggingsapp eigenlijk. Daar kun je heel je portefeuille zien. En alles wat we net hebben gedaan via de website kan ook via deze app. Het ziet er natuurlijk iets anders uit. Maar dat was iets makkelijker om een scherm te delen als iets duidelijker voor jullie. En behalve dus die app om te beleggen hebben ze ook Fledex Secure. Dat is een andere app. Op dit moment zie je hier niks staan omdat ik geen aanvraag heb gedaan. Maar wanneer je een aankoop wil doen of een verkoop, dan is het zo dat de website om een code vraagt. Die krijg je via deze app. Volgens mij, in ieder geval, als je het in hebt gesteld. Het is gewoon een extra beveiligingslaag. Dat mocht ooit iemand bij jou in kunnen loggen en iets willen proberen te verkopen of zo, dan heb je in ieder geval nog jouw telefoon nodig. Zodat je kunt bevestigen dat jij ook degene bent die die aan- of verkoop wil doen. Puur een extra beveiliging dus. En zoals ik eerder in deze video al zei, heeft FladEx inmiddels de Giro overgenomen. Maar is Fledex dan ook beter dan de Giro of net andersom? Dat is een beetje moeilijk te zeggen, is waarschijnlijk ook persoonlijk. Het is natuurlijk wel zo dat het twee verschillende soorten bedrijven zijn met verschillende producten. Het heeft te maken met de wetgeving. Waar de Giro in Nederland is gevestigd, is FladEx eigenlijk in Duitsland ge gevestigd, zal dus ook de Duitse wetgeving toe moeten passen. Ze bieden ook andere producten aan, sommige producten die in Nederland niet beschikbaar zijn, omdat er bijvoorbeeld geen Nederlandse vertaling voor is, die kunnen dan weer wel bij Fladex verkrijgbaar zijn, juist vanwege hun Duitse locatie, hun roots dus eigenlijk. En ze hebben ook een ander verdienmodel, waar de Hero geld verdient met gewoon de transactiekosten rekenen, of misschien jouw aandelen ooit uit te lenen. Ja, het uitlenen is in Duitsland niet toegestaan, dus Fladex mag dat niet doen. Wat ze wel mogen doen, is een vergoeding krijgen voor hun order die jij eigenlijk plaatst bij hun door te verkopen. Daar krijgen ze een stukje geld voor terug. En op die manier kunnen ze het dus gratis aanbieden. Dus het zijn een beetje voor's en tegens. Voordelen, nadelen, pluspunten, minpunten, net zoals je het wil noemen. Waardoor je een van deze brokers zou kunnen kiezen. Binnenkort vallen ze dus beide binnen dezelfde groep. En is het eigenlijk dus gewoon je persoonlijke voorkeur. Maar ik denk dat beide brokers gebruiken ook makkelijk is. Dat doe ik zelf ook. Voor sommige dingen gebruik ik FlatEx, terwijl voor andere dingen ik juist de Giro gebruik. En op die manier vullen ze eigenlijk elkaar mooi aan. Dus wil jij beginnen met beleggen, aandelen gaan kopen? Uiteindelijk ook weer gaan verkopen. Onder deze video vind je links naar bedrijven die ik aanraad, waaronder dus FladEx en de Giro. zodat jij je makkelijk kunt aanmelden. En op deze manier dus aan je toekomstige vermogen kunt werken. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video. Ten eerste natuurlijk bedankt voor het kijken. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat ze in ieder geval achter in de reacties onder deze video. Misschien kan ik ze daar beantwoorden of neem ik ze mee in toekomstige video's. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat het een goede video is geweest. Maar het helpt ook met YouTube, dat meer mensen dit te zien en misschien dus wel stappen kunnen maken om zelf te gaan beleggen en zoals gezegd ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen waar je meer over wilt zien, klik hieronder op abonneren, klik op het bel icoontje zodat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat en dan zie ik je graag in de volgende video terug.